En dan gaan we naar Brummen, naar Nico Aaldring. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, u ziet, ik moet ook ergens in rijden. Het is geen straf vandaag, want het is een prachtige dag. En dan ben ik in de kop van Noord-Holland. Met een kleine verzamelaar. Prachtige auto's. Oh, ze hebben ze al klaargezet, zie ik. We gaan eerst even meneer Klaas opzoeken. Klaas, goedemorgen. Morgen, Nico. Deze man heeft een prachtig museum. Echt mooie dingen. Laat ons eens even zien. We kennen elkaar overigens al heel lang. Maar ik heb nooit geweten dat hij zulke mooie auto's had. Wat is dit dan, joh? Oh. Ja. Dit is een Silver Ghost. Een Rolls Royce. En hier hebben ze een body opgebouwd van 1914. Daar hebben ze er twee van gebouwd. Maar die zijn alle twee zijn die vergaan en toen hebben ze een nieuwe body gebouwd. Nagebouwd, uiteraard. Kom eens kijken. Jezus, wat een mooie auto. Want de eerste met de boterbouw, je loos wat die gemaakt is, hè? Ja. Hadden we toch beter met deze kunnen gaan rijden vandaag? Ja, had ook gekund, ja. Wat heb je nog meer? Want er is zoveel te zien. Er zat hier ook nog een Rolf, die van 1910. Dit is mijn oudste. Oh. Dit is een Silver Lion. En er zat een Lion op de radiateur, want toen hadden ze nog geen ladies op de radiateur. Is dat zo? Wanneer kwam die lady dan precies? Die zijn gemaakt in begin februari 1911. Weet je, dit zijn auto's zo mooi gebouwd. Dit is zo'n kwalitatief hoogwaardig product. Toen was Rolls nog Rolls, zeg maar. Ja. Ja, toch? Ja, precies, ja. Zeg ik dat goed? Helemaal goed. Ja, nu maken, ja, voor de duidelijkheid, nu maken ze ook fantastisch mooie auto's, maar dit is een summum. Maar je hebt hem toch heel mooi gehouden als je hem zo ziet? Ja, maar ja, dat is een kwestie van onderhoud, hè. Het is net met je eigen vrouw, je moet het goed onderhouden. Nico? Ja. Ja. Voordat we alles laten zien, heb ik eindelijk eens met die Talbo rijden. Ja, we gaan een stukje rijden, joh. Straks, we gaan naar de zee met dat ding. Oké, we gaan even naar Bergen aan de zee toe. Als is veel te druk op de weg. Ja, precies. Maar we gaan rijden, dat doen we. Kom, doen we eens rijden. Ja, we gaan rijden. Kostte toen een vermogen zo'n ding, hè? Ja. Wat zou die nu gekost hebben in de huidige waarde? In Amerika? Ja. Nou, ik denk of 7, 8? Nee, ik denk 1,5 miljoen. 1,5 miljoen? Ja. Toen? Als je hem omrekent, zeg maar. Ja, als je hem omrekent, ja. Nou, dit is een summum op Frans gebied. Absoluut een summum. Ja. De Talbot en Dille Hay en dat soort mensen. En Oskis, ja. die bouwden die mooie carrosserie, lieten ze bouwen. Ja. Bij Figoni en later bij Figoni en Falacci toen ze samen gingen. Toen werd het nog mooier eigenlijk. Het werd nog mooier, ja. En het leuke van deze is dat het ook een tweezitter is. De meeste van die auto's zijn vierzitters. Ja. Ja. Deze tweezitter heeft dan weliswaar een bankje achterin, maar dat is eigenlijk meer voor de koffers. Dat is voor de koffers, want achterin de koffer er zit geen bumper achterin. Nee, dat is niet meer. Maar je hebt achter geen extra kofferruimte, dus die koffers die kun je mooi hier opstapelen. Ja, dus. Maar doordat die geen bumper heeft, is die kont zo mooi. Ja. Mooi, hè? Het is een Talbot Lago, zoals je ziet. Die Lago was eigenlijk Italiaan. Die in Frankrijk terechtkwam en die ging auto's bouwen. Maar dit is de Talbot met een Figoni carrosserie. Dat is heel bijzonder. Dat is er maar één van. Het mooie is van Figoni, die maakte waanzinnige mooie carrosserieën. Echt een beetje art deco. En dat kun je ook zien. Want kijk die mooie schermen. Wie dan in zo'n punt lopen, kijk die vormgeving alleen al. Schitterend mooi. Kijk eens hoe erover nagedacht is. Is dat mooi of is dat niet mooi? Maar het is een one-off, Klaas, of niet? Een one-off, ja. Ja, ik vind hem heel mooi. We nemen hem in naar Brum, heb ik gehoord. Ja, hij is voor de verkoop, Nico. Ik heb te veel auto's. Dus, Heb ik ook eerlijk gezegd, hoor. Oké, maar jij doet erin, hè? Jij hommelt erin. Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb ook veel te veel auto's. Niks geld te paar, we hebben veel te veel auto's. Maar ja, ik vind auto's leuk. Ik kan er niet genoeg hebben. Maar deze krijgen we erbij. Deze gaan we verkopen. Ben ik heel blij mee, Klaas, dat ik die kans krijg om deze te verkopen.
Want ja, dit zijn orders naar mijn hart. Over een week het vervolg. Dan onder andere ook deze stokoude Lancia. Al hopen we wel dat ze hem aan de praat krijgen.